Nieuw Nai staat voor een sleuteljaar, nu zijn bestseller, de Tucson, volledig in het nieuw hebben gestoken. Het merk heeft daarbij duidelijk kosten nog moeite gespaard, want geen moer is dezelfde gebleven. Een behoorlijke revolutie toch wel. Eentje die een woordje uitleg verdient. En daarom sta ik hier bij Wim Doms, de woordvoerder van Hyundai, die ons even een rondleiding zal geven langs de nieuwe Tucson. Dag Wim. Dag Melina. Alvast een eerste opmerking. Deze Tucson zal niet verward worden met zijn voorganger, hè? Nee, dat is wel duidelijk. Allee, we hopen dat in elk geval. Want het design van nieuwe Tucson is geen evolutie van de vorige, maar echt wel een revolutie. Hè? Een revolutie, want de nieuwe designtaal van Hyundai wordt hierop toegepast en dat heet sensuous sportiness. Dat is een heel duur woord, maar wat betekent dat? Echt een heel nieuwe look die we op andere Hyundai's ook gaan zien. Je ziet die op de nieuwe Tucson. Uitgesproken lijnen op de flanken overal, maar zeker ook hier vooraan op de grillen en het front. Want die koplampen die je ziet, die dagrijlichten, we noemen die parametric hidden headlights. Weer een duur woord, maar wat betekent dat? Die zijn helemaal geïntegreerd in de grillen, in het radiatorrooster. En als je die uitdoet, zie je die niet meer. Heel opvallend trucje, uniek in de autosector ook. Wij zijn de enigen die dat hebben. En ook een klein beetje Belgisch toch, want de designstudio van Hyundai staat onder leiding van Luc Donkerwolken. En dat is een Belg, dus toch ook een beetje Belgisch design hier. Mooi. Ook aan het interieur werd er danig gesleuteld. Waar zitten daar de grootste wijzigingen? Ja, het interieur is eigenlijk helemaal anders hè, dan bij de vorige Tucson. Om te beginnen is het iets ruimer, zeker voor de achterpassagiers. Dat voel je, maar dat zie je natuurlijk minder duidelijk. Wat wel meteen opvalt, is de keuze van de materialen en de afwerking binnenin, want daarin is deze Tucson echt alweer een revolutie tegenover zijn voorganger. De boordplank wordt gedomineerd door een heel mooi design met een volledig digitaal instrumentencluster voor je. Dat is nieuw in de Tucson. En daarnaast een centrale middenconsole met alles wat bestuurd wordt via aanraakschermen. De airco en de navigatie, maar ook de live services. En die heten bij ons BlueLink. En die kan je koppelen aan de Hyundai BlueLink app op je smartphone. En wat met de motoren? Volgt de Tucson daarin de ecologische tendensen? Ja, tuurlijk. De ecologische tendens, maar zeker ook de Hyundai-filosofie. En wat is dat? Dat we voor alle mogelijke klanten een aangepaste aandrijflijn willen voorstellen. En zo komt het dat je deze Tucson kan verkrijgen met een benzinemotor, met een dieselmotor, als mild hybrid met een 48 volt module, maar vooral ook, en dat is heel belangrijk, want nieuw, deze Tucson bestaat voortaan ook als hybrid en vanaf het voorjaar ook als plug-in hybrid die je aan de stekker kan hangen. En zo beantwoordt die helemaal aan de Hyundai filosofie, een aangepaste aandrijving voor iedereen. Ik wil graag Wim bedanken voor zijn duidelijke uitleg en u bedank ik graag voor het kijken. Wilt u nog meer informatie over de Tucson? Dan kunt u terecht op een van onze showroom sites op hyundai.be of u stapt natuurlijk eens binnen bij uw plaatselijke concessiehouder.